23 maart mag Den Haag weer naar de stembus voor het kiezen van een nieuwe gemeenteraad. De komende weken laten we je zien wat de opties zijn en wat de stad eigenlijk nodig heeft. Deze aflevering stellen we de lijsttrekkers van de PvdA 50PLUS aan je voor. En hoe gaat Den Haag om met de enorme bevolkingsgroei die is voorspeld? Hi, Theodor. Hi. Je vaste hangplek. Vaste hangplek, ja. Mooi plein geworden, hè? We staan in Moerwijk. Ja. Waarom heb je hier voor gekozen? Nou, het is het Heeswijkplein. 3 jaar geleden was dit nog een totaal kaal plein. En het laat wat mij betreft zien wat je als gemeente kan doen om een wijk te verbeteren. Het is niet alleen een veel mooier plein geworden, maar het is ook een plein geworden weer waar mensen bij elkaar komen, waar kinderen kunnen spelen. Waar gelukkig inmiddels in die plinten, in die winkeltjes weer van alles gebeurt. Ja, dat stelde eigenlijk niet veel voor. Een paar mooie bomen. Kenmerkend voor hoe er met deze wijk is omgegaan. In ieder geval te lang laten versloffen. Ja. En dat heeft ook met allerlei factoren te maken. Crisistijd, waardoor er te lang niet geïnvesteerd is in deze wijk. Je ziet dat nu langzamerhand weer op gang komen. Maar je ziet dat je moet blijven investeren in elke wijk. En zeker in deze wijk. Hè. Moerwijk is een van de armste wijken van Den Haag. Sociale huurwoningen of middelduur? Betaalbare woningen zou ik er dan maar van willen jullie maken. Jullie willen er 16.000 gaan realiseren. Ja. 1 miljard voor uitgetrokken. Dat is heel veel geld. Ja. Omdat het heel hard nodig is. Als we niets doen, dan loopt de wachttijd die nu al 4,5 jaar is voor een betaalbare huurwoning op tot ongeveer 7,5 jaar. Maar die betaalbare huurwoning, dat is een sociale huurwoning? Dan hebben we het over de wachttijd voor een sociale huurwoning. De wachttijden voor particuliere woningen die hebben we niet in beeld. Dat is de particuliere sector. Maar ook daar is een enorm tekort aan het ontstaan. En we zien dat ook in de betaalbare koop, dat daar ook steeds hogere prijzen worden gevraagd. 20% prijsstijging per jaar, dat heeft alles te maken met schaarste, tekort aan woningen. En die woningnood die zullen we echt moeten bestrijden en dat doet de markt echt niet alleen. Jullie hebben een meldpunt ingesteld om huisjesmelkers aan te pakken. Wanneer ben je een huisjesmelker? Huisjesmelkers wordt veel voor verschillende situaties gebruikt. Waar wij een meldpunt voor hebben gemaakt is echt voor misstanden. Als een huurbaas niet aan het reguliere onderhoud doet, als er sleutelgeld wordt gevraagd, wat niet mag, als er te hoge huren worden gevraagd. Wat gebeurt er dan? Je ziet zo'n bemiddelaar, zo'n makelaar die dan een waarborgsom vraagt, administratiekosten, et cetera. Dan klopt iemand van de gemeente aan en dan? Nou ja, dan moeten dat soort meldingen dus heel serieus worden genomen. Ja, wat is de sanctie? Nou, wat mij betreft worden de boetes uitgedeeld. Ik vind dat verhuurders ook een vergunningplicht zouden moeten hebben, allemaal. We hebben nu dat voor kamerbewoning voor een deel losgelaten. Dat vind ik heel erg kwalijk. Als je een vergunning en een meldingsplicht hebt voor verhuurders, dan weet je ook wie verhuurt. En dan kan je bij misstanden ook ingrijpen. En wat mij betreft trekken we de vergunning in en de mogelijkheid om te verhuren. Trekken we gewoon in als er sprake is van misstanden. Wij zullen huurders goed moeten beschermen. Zeker in een situatie waarbij huurders in een zwakke positie staan ten opzichte van die verhuurder. Omdat er zo'n groot tekort aan woningen is. Jullie verkiezingsprogramma heet Voor Iedereen, Den Haag voor Iedereen. Is Den Haag straks nog wel voor iedereen? Nou ja, dat is dus waar de verkiezingen wat mij betreft over gaan. Bouw je echt voor iedereen of bouw je alleen voor de bovenkant? Maar in andere opzichten ook. Zorg je dat we gezondheidsverschillen aanpakken. Eenzaamheid is in sommige wijken heel erg groot. In andere wijken gaat dat veel beter. Wil je dat soort verschillen aanpakken? Ben je bereid dat te doen? Vind je dat deze stad er voor iedereen is? Is de stad er slechter op geworden de afgelopen 4 jaar? Nee, ik denk dat de afgelopen 4 jaar er heel veel goede ontwikkelingen zijn geweest. We hebben onder andere veel resultaat geboekt met ons economisch beleid en ons werkgelegenheidsbeleid. 10.000 mensen zijn weer aan het werk geholpen, is ook deze week bekend geworden. Dat betekent een afname van een kwart. Als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid, dan is die bijna gehalveerd. Dat zijn echt mooie successen. Als we dat door kunnen trekken, zou dat heel erg goed zijn. Maar er is ook nog ontzettend veel te doen. Als we het hebben over woningbouw, we komen uit die crisis. Het moet allemaal weer aantrekken. Daar is een enorme opgave. Want de stad groeit heel erg snel. Ja, als we niet oppassen, dan nemen verschillen heel snel toe. Diversiteit dwing je af of kneed je? Kneed je. Maar jullie willen het afdwingen met quota. Dat bedoel je, ja. Dan hebben we het over de samenstelling van het personeelsbestand op het stadhuis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Zeker. Kijk, als het niet vanzelf tot stand komt. Hoe kan het nou niet vanzelf tot stand komen op het stadhuis? Nou kijk, we hebben wel al lange tijd een diversiteitsdoelstelling. En dat betekent dat we willen graag in dat alle verschillende functies een afspiegeling eigenlijk het liefst van de Haagse samenleving plaatsvindt.
Daar zijn verschillende efforts op gezet. Het is op verschillende manieren geprobeerd. Als je dat uiteindelijk niet lukt, ja, dan zul je moeten kijken of je via een quotum meer kan bereiken. We hebben overigens gezegd dat het quotum alleen het niet zal zijn. Je zal er echt gewoon structureel aandacht voor moeten hebben. In sollicitatietrainingen, in het programma wat je hebt met elkaar. Kijk, het stadhuis moet wat dat betreft een voorbeeldfunctie voor de stad vervullen. En als we merken dat mensen met bepaalde achtergronden en bepaalde achternamen er onvoldoende aan te pas komen, dan is er meer actie nodig. Anoniem solliciteren wordt de norm. Ja. Nou, dat is een van de belangrijke acties die deze periode in gang gezet is. Dat we met experimenten met anoniem solliciteren zijn begonnen. Om eens te kijken wat er dan gebeurt. Of het personeelsbestand dan diverser wordt. Nou, dat experiment is succesvol. En zo proberen we in die vertegenwoordigende organen die we met elkaar hebben. De gemeente is daar het belangrijkste voorbeeld voor. Een zo goed mogelijke afspiegeling van de Haagse samenleving terug te laten komen. Je zegt dat enigszins opgewekt. Maar het is eigenlijk toch best treurig om te constateren dat het dus succesvol is. Nou, ik ben blij natuurlijk dat het helpt om de diversiteit te bevorderen. Maar het is natuurlijk treurig dat die diversiteit niet automatisch tot uitdrukking komt in onze organisaties. Jullie vechten voor die diversiteit. Er zijn partijen die wat minder diversiteit op prijs houden stellen. Hoe is dat om met die partijen te dealen? Nou ja, je ziet de PVV, hè, wel bekend, de standpunten die zij innemen. Daar helpen we onze samenleving gewoon niet verder mee. Groepen tegen elkaar opzetten, daar hebben we allemaal niks aan. Dat maakt onze samenleving harder, dat verruwt. Dat helpt onze samenleving niet verder. Grootste oppositiepartij of kleinste coalitiegenoot? Ja, ook weer zo'n ingewikkeld dilemma. Ik ga me ook niet vastleggen op het aantal zetels. De Partij van de Arbeid gaat gewoon op basis van de idealen aan de slag. En dan kijken we hoeveel zetels we halen en dan kijken we waar we uitkomen. Maar ik heb wel een grote voorkeur voor besturen. Want als je kan besturen, krijg je gewoon dingen voor elkaar. En zo zitten we ook wel in elkaar. Je bent toe aan het wethouderschap. Als de Partij van de Arbeid die kans gegeven is, dan vind ik dat de PvdA moet besturen. En dan zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen. Het is enigszins, zoals we in die zin zeggen, is het overspannen. Het is nog niet hopeloos, dat zie ik het zeker niet. De gemeente heeft gezegd, en logisch, daar komen 100.000 bewoners bij. Er moeten woningen bij. Het zullen niet meer huisjes met een tuin allemaal worden. Zeker niet, want daar is eigenlijk geen ruimte voor. Daarna. De ene kant ligt de zee, en de andere kant ligt de snelweg. We kunnen eigenlijk geen kant op. Dus we moeten de hoogte in. Neem de Grootsheerplaats, 2 woontorens, die worden 120 meter hoog. Neem de Beatrixlaan, er worden nu 2 woontorens gebouwd, 70 meter hoog. Hebben we iets aanbieding? Nou ja, we hebben steeds minder in de aanbieding, moet ik zeggen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend leuke huizen. En dan moet ik even kijken waar die hangt. Want we hebben, kijk, bijvoorbeeld een ontzettend leuk huis hier om de hoek. Dat is misschien een aardig voorbeeld. €785.000. Ja. Ja. Dat wordt 8,5 ton uiteindelijk. Nee, dit niet. Dit huis. Waarom zal, wordt hier niet overboden? Dit huis is relatief klein. En het is ontzettend mooi gerenoveerd. In een hele goede kwaliteit. Maar daardoor is dit al gewoon een prima vraagprijs. Er is meer vraag dan het aanbod. En dat maakt het nu wel weer lastig. En je hebt gewoon minder te kiezen als potentiële koper. Er is heel veel bijgebouwd, maar wel aan de randen van de stad. Dus we hebben de Vinex-wijken, we hebben Ypenburg, Wateringseveld, maar die zijn nu vol. Dus dat hebben we gedaan. We hebben er heel hard aan gewerkt. We hebben gezorgd dat er veel plek was, ook voor gezinnen. Maar wel een beetje aan de randen van de stad. Dus we moeten ons weer nu gaan oriënteren meer op het centrum en gebieden dicht bij het centrum, zoals de Binkhorst bijvoorbeeld. Daar is in de plannen van Ruimte voor de Stad het CID ontstaan, Central Innovation District, mooie Nederlandse term. Dat is een driehoek tussen Stationlaan van Nooi, Centraal Station en Hollandspoor. Wij worden als wijk het eerste geraakt, want daarin worden nu al de plannen neergezet voor tussen de 2.000 en de 3.000 woningen. Nou, als je dat omrekent, 2.000 tot 3.000 woningen, betekent tussen de 5.000 en de 6.000 mensen. Als we er al 15.000 hebben, is dat een fors percentage hoger. En dat zet druk. Wij zijn niet tegen wonen. Graag. Fantastisch, reuring. Maar hou rekening bij bouwprojecten met leefbaarheidsaspecten.
fietsparkeren, autoparkeren, verkeerstromen. Zijn er genoeg tandarts in de wijk? Zijn er genoeg artsen in de wijk? Zijn er genoeg kinderdagopvangplekken? Zijn de scholen wel? Want ja, 6000 mensen erbij. Ja, links of rechtsom, daar zitten kinderen bij. In bestemmingsplannen heb je een kreet die heet MER. Dat is de milieueffectrapportage. Wij hebben vorig jaar aan de gemeente gevraagd, geef ons de leefbaarheidseffectrapportage. De LER. Nou, als antwoord op papier kregen we, die bestaat niet, die hebben we niet. Weet je wat, dan gaan we het zelf wel doen. Kijk, wij maken dit openbaar, voor iedereen toegankelijk. Dan kan iedereen zien wat het effect is van zo'n bouwplan. Mm-hmm. Ook de gemeenteraadsleden. Nu zitten ze te beslissen over een bouwplan. Het zal wel goed zijn. We staan voor het project De Tuinen van Morgenstond. Een samenwerking tussen Stedion, Volker Wessels en de gemeente Den Haag. We hadden hier 3- en 4 kamerwoningen. Dat waren woningen die op zich best groot waren, zo'n 70 vierkante meter. En dat waren woningen die waren gebouwd in de jaren 50. Hier was de kwaliteit buitengewoon slecht. Als we verder in de omgeving kijken, bijvoorbeeld Haverstraat aan die zijde, dan zie je die woningen, die zullen we ook niet gaan slopen, die zijn wij aan het verbeteren. Hier was gewoon de grondstof en de basismaterialen waren zo slecht dat we hier problemen hadden met het verzakken van de balkons, van eigenlijk de galerij, die waren galerijwoningen, waardoor we zogenaamd moesten stempelen, van die ijzeren palen eronder moesten zetten. Nou, als je eenmaal zover bent, dan moet je dus echt gaan overwegen of je niet naar een andere oplossing moet dan het herstellen van de woningen. Het plan voor de komende 5 jaar van 300 nieuwbouwwoningen per jaar toe te voegen. Ik denk dat dat op zich voldoende is, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat we de doorstroom op gang krijgen. Dus dat we ook middeldure huur bouwen, dus dat mensen die hier uiteindelijk, want het is niet zo dat in dit soort wijken alleen maar de mensen helemaal aan de onderkant wonen. Er wonen hier ook jonge mensen die inkomensgroei kennen, die graag hier willen blijven wonen, maar het ook prima vinden om nog even in deze flat te blijven, terwijl die misschien best wel naar een mooiere woning zouden willen. Wordt het niet gewoon een stad voor wie het zich kan veroorloven? Ja, dat zou kunnen. Dat heeft alles te maken met gemeentepolitiek. De gemeente zal duidelijk in hun stadsvisie en de hele stadsontwikkeling de strategie moeten hebben dat Den Haag voor, laten we zeggen, alle bevolkingsgroepen er is. En niet alleen voor bepaalde specifieke hogere inkomensgroepen. De markt vraagt heel erg om de onderlaag. Je ziet ontzettend veel vraag naar huizen tot zeg maar 3,5 ton. Wat je zo hoort is dat er heel veel met name middeninkomens naar de stad komen. Mensen die net zijn afgestudeerd of hun eerste baan zoeken en die een betaalbare woning zoeken. Dus eigenlijk juist dat middensegment wat steeds lastiger wordt om te maken, want bouwen wordt steeds duurder. Dus de vraag is of we een goede woning kunnen maken voor dat segment. En dat komt in eerste instantie al doordat de grondprijzen hier heel erg duur zijn. Dus dat is iets wat wij eigenlijk natuurlijk hopen dat de overheid daaraan meewerkt, om eens te kijken of we vanuit de overheid manieren kunnen vinden om de grondprijs wat lager te houden en daardoor de totale koopsom aanvaardbaar te hebben voor met name beginnende beginnende kopers eigenlijk. Dit soort projecten, zo'n 247 woningen binnen een jaar neerzetten, is niet niks. Dat zijn grote projecten, ook voor Den Haag. En wij zien dit ook als een soort start van een continu proces in de stad. Waar als dit klaar is, wordt de woningen weer gevuld. Kunnen we weer andere delen van de stad, ik denk bijvoorbeeld aan andere delen van Zuidwest, weer aan gaan pakken. Om zo eigenlijk die hele wijk, die hele stadsdeel te gaan vernieuwen. Het complex waar we nu staan, dat was vroeger alleen maar kantoor. Dus er was eigenlijk helemaal niks te beleven. Het was natuurlijk wel werk voor een ministerie, maar het deed helemaal niks met de stad. Die ambtenaren gaan zo snel mogelijk weer naar het station. Dus daar hadden we als stad niks aan. En nu wordt er gewoond in die hoge toren van het ministerie. En in de onderbouw is een bloeiende vestiging van de Universiteit van Leiden. Dus daar is iedereen heel gelukkig mee. Als je kijkt naar hele oude steden die wij, waar we ook naar vakantie gaan in Italië. En dat vinden we het altijd heel mooi dat je dingen uit alle tijden naast elkaar ziet. Dus ik zou het heel jammer vinden als je dat van de kaart zou vegen en dan iets nieuws zou bouwen. Een stad is interessanter als er dingen door elkaar heen zitten.
Het draagt ook nog wat bij aan het openbare leven, want je kunt hier gewoon in- en uitlopen. We staan nu op de daktuin, nou, niemand heeft ons tegengehouden, we kunnen hier een kopje koffie drinken. In feite is die openbare ruimte een beetje in dat gebouw voortgezet. Mm-hmm. Het is gewoon moeilijker dan nieuwbouw. We staan hier op een dakterras, maar hieronder zitten vier lagen parkeerkelder. Wij konden, hier staan wat kleine bomen, wat heuveltjes, maar gewoon omdat daar niet meer gewicht op kon. Dus je moet aan alles denken. Constructief, hier zitten woningen. Nou, probeer die woningen te verkopen boven een universiteit waar we denken, ja, daar zit natuurlijk al die binnentuin heeft het vol met mensen. Dus je hebt met heel veel beperkingen te maken, maar dat maakt het voor mij altijd heel erg interessant. Dus in feite is transformatie, denk ik, een manier om je creativiteit op allerlei manieren los te laten. En in feite zijn we ook bezig met transformatie van een stad. We bouwen natuurlijk ook in het bestaand stadsleven. Er komt net een autootje aan, dat is op zich. Het is wel een rustig straatje. Wij willen het absoluut kopen om deze prachtige huisjes te behouden voor het nageslacht. Deze straat is bijzonder vanwege de mensen die er wonen. Het is een hele levendige gemeenschap geworden. De straat is ook bijzonder vanwege de mooie binnentuin die we straks nog gaan zien. En de straat is bijzonder omdat het een van de weinige straatjes hier in de buurt is die nog echt als ouderwets straatje behouden is gebleven. Haag Wonen, de woningcorporatie die eigenaar is van deze mooie oude rode huisjes, die dacht er moet eigenlijk nieuwbouw komen, toch? Ja, die zeggen van, en intussen snappen wij dat ook wel, dat als je ze zou renoveren naar hun standaarden, dat het te duur zou worden en eigenlijk dan te veel zou kosten om ze allemaal op te knappen. En eerlijk gezegd is ook nog een belangrijke factor dat als zij het zouden moeten renoveren, dat iedereen eruit moet en vervolgens weer terug. En die hele operatie komt er dan ook nog eens bovenop, boven alle kosten die je al maakt. Ja, we gaan hier naar binnen. Pimmetje, Sven. Kom, de krakers kwamen direct naar ons toe van, goh, we hebben het hier gekraakt. En wij zeiden direct van, goh, wat leuk, ik ben zelf ex-kraker, dus ik ga ook niet een kraker zeggen dat hij hier niet welkom zou zijn. En dat pand stond te verkrotten en dat hebben ze intussen redelijk onder controle. Toen we het aantroffen hebben we ook meteen een renovatie moeten doen, want het pand was echt onveilig. Zonder die verbouwing was het hier ook natuurlijk niet mogelijk om hier te wonen, laten we dat voorop stellen. Het pand was dus echt onbewoonbaar. Maar van onbewoonbaar verklaard hebben wij het eigenlijk onverklaarbaar bewoond. En inmiddels hebben we hier ook volledige rechten als bewoners. We hebben ons verhuisrecht hier opgeëist. We hebben die rechtszaak die daarover bestond, naar aanleiding van een, wat de eigenaar die wilde ons eruit hebben. Die hebben we ook gewonnen, die rechtszaak. We hebben dus kunnen aantonen dat er constructieve veiligheid is gewaarborgd. En dat we ook de verkoop aan de vereniging niet in de weg zitten. En sterker nog, het is eigenlijk in het belang van de vereniging dat het pand alvast een opknapbeurt heeft gehad. Want dat konden ze... Dat was eigenlijk noodzakelijk, want het stond gewoon in elkaar te storten. Wij willen graag meegaan in de coöperatie en wij zullen dus huurders worden. Hè? Dus ja, ik heb het dan met mijn geliefde gekraakt in 2016. Dus in de zomer was dat. En nou ja, inmiddels zitten we hier lekker warmpjes bij de kachel. Leuk om huur te mogen gaan betalen. Ja, nou ja, als het dus we gaan hier gewoon een eerlijke prijs betalen in een prachtig zelfwerkzaam project. En dat is natuurlijk iets, ja, dat vind ik fantastisch, dat we daar deel van uit mogen maken. Eigenlijk is zowel de gemeente als Haag Wonen, als wij als bewoners, wij willen dat alle drie heel erg graag. Dat is ook de reden dat het gaat lukken en dat ik vol vertrouwen ben dat het gaat lukken. Maar we hebben complexe regelgeving in Nederland die op zich ook wel goed is dat die er is. Maar als je dan voorloper bent, dan moet je dus af en toe paden opnieuw uitvinden of eigenlijk voor het eerst gaan belopen en dat kost tijd. Dat organisch ontwikkelen, dat heeft tijd nodig. En de vraag is of je nu nog die tijd hebt. Ik denk dat als je daar goede ondersteuning in geeft, dat je in alle wijken de kracht... Er zit zoveel potentie onder de mensen. Maak daar nou gebruik van. Het zijn hun eigen straten, hun eigen buurten. Ja, modewoord, ownership, bullshit. Het is mijn straat. Daar ga ik voor staan. Als ik ook de ruimte krijg om ervoor te gaan staan. Maakt dat iets uit voor de woningmarkt, wie er wethouder is? Of... Nou, ik denk dat het wel belangrijk is dat er in ieder geval iemand komt te zitten die aandacht heeft voor de stad en het wonen in de stad. Dat er een goede wethouder komt die zorgt dat de stad kwalitatief goed blijft. En zorgt dat de infrastructuur goed blijft. Dat er voldoende woningen bijgebouwd worden. Dat er voldoende mooie projecten komen. En waardoor het heel aantrekkelijk is voor iedereen om hier te blijven wonen. Wat een belangrijk punt is, hè, dat, en ik hoop dat daar ook de komende jaren aandacht besteed wordt, is bijvoorbeeld dat het tempo in bouwen, de afspraken.
He, dus het maakt enorm veel uit dat dit soort projecten op tijd starten. Dat heeft niet alleen voor die bouwer te maken en de investering, maar ook voor de mensen die zitten te wachten. Dat je bijvoorbeeld niet oeverloos aan het praten bent met elkaar over de parkeernormering. Dat je het ook niet hebt over grondkosten, laten we zeggen details in het bouwplan. Maar dat je met elkaar goed tempo weet te maken in het bouwproces. En dat scheelt al enorm. Ja, een stad maak je niet met hoogbouw. Dus het is iets te veel gefocust op hoogbouw. Het zou meer over verdichting misschien nog moeten gaan. Dus sommige gebieden, daar kun je niet anders. Zoals hierachter, daar kun je echt niet anders als je die dichtheid wil met hoge gebouwen. Maar er zijn andere gebieden waar je ook in middelhoogbouw kunt denken. Bijvoorbeeld neem een stad als Parijs. Dat is een van de dichtste bebouwde steden ter wereld. Maar daar staat geen hoogbouw in die stad. Wonen, geen probleem. Graag. Door die kantoren in het woonstuk gaan kantoren er al uit om daar woningen van te maken. Reuring is fantastisch. Nieuwe mensen is fantastisch. Maar hou rekening met die leefbaarheid. Hou rekening met het feit dat we genoeg tandartsen, scholen, parkeerplekken. Dat is zo belangrijk. Dan kunnen die nieuwe, maar ook de oude bewoners, goed leven. De badmeester volgt de komende maanden de campagnestrijd tussen de 20 partijen die meedoen met de verkiezingen. Tijd om de diverse lijst van het CDA eens door te nemen. En dat doen we met een biertje in de hand op de nieuwjaarsborrel. Ja, het CDA in Den Haag is een partij die een brede middenpartij wil zijn. En je zult dus bij het Haagse CDA echt de dwarsdoorsnee van Den Haag aantreffen. Van de autochtone Hagenees en de Hagenaar naar de Hindoestaan Poolse mensen. We zijn religieus geïnspireerd. Ik hoop dat we ook wat mensen van de islam kunnen boeien en binden. Want als iedereen in zijn eigen hokje vlucht, dan wordt het niks met Den Haag. Maar wel een beetje raar, brede volkspartij zeg je, maar uiteindelijk hebben jullie maar 3 zetels in Den Haag. Ja, dat is ook een groot probleem denk ik, dat zelfs dat het zo verbrokkeld is. Maar voor mij mogen het ook meer dan 3 zetels worden hoor, geen probleem. Ja, gewoon een goede partij, punt. Met wie moeten wij nog zo meteen even praten om het CDA wel beter te leren kennen? Ik denk dat je met onze Kavish, onze Hindoestaanse topjongen, daar moet je zeker mee praten. Een ondernemer uit de Weimarstraat, meen ik. Die gewoon zijn centjes keihard verdient en die uit volle overtuiging kiest voor het CDA. Omdat het de partij is die echt dat cement in de samenleving wil zijn. Je werd net de upcoming man van CDA Den Haag genoemd door Chris van Dam. Lijkt me al een hele eer. Eer is het zeker, alleen moet ik het nog gaan waarmaken. Ja. Ik ben zelf geen christen van geloof, ik ben hindoe. Maar als je de oude geloven naast elkaar legt, die waarden en normen die verschillen helemaal niet van elkaar. Het gaat allemaal om eerbied voor elkaar, dienstbaarheid naar elkaar. En daar kan ik me in terugvinden, want dat is uiteindelijk wel waar de CDA ook echt voor staat. Het is hartstikke belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Dat iedereen iemand heeft die hem of haar kan vertegenwoordigen. Dan kunnen ze zich met iemand identificeren en dat is juist hartstikke mooi. Nou, ik mag hopen dat we op 5 zetels uitkomen. Dat zou me fantastisch lijken. Dag Frans. Hallo. Hi. Je hebt met mij afgesproken op het Malieveld. Waarom deze plek? Omdat ik hier in mijn jonge jeugd, 5-6 jaar oud, door mijn grootouders mee naartoe genomen werd als ze naar de stad gingen. En dan gingen we altijd daar achter ons naar het Poffertjeshuis om wat te eten en te drinken. En dat vond ik fantastisch. Ik zie hier ook het provinciehuis. Wat heb je daarmee? Ja, achter ons het provinciehuis. Natuurlijk een van de belangrijke bestuurlijke centra in de regio. En je ziet hier op het Malieveld de plek die vooral voor onze democratie heel erg belangrijk is. Het hele land komt hier naartoe om te demonstreren als er wat van de politiek gewenst wordt. Wanneer is de laatste keer dat je hier hebt gedemonstreerd? Ik heb hier zelf heel lang geleden voor het laatst gedemonstreerd. Dat waren de grootste kernwapendemonstraties die we gehad hebben. Maar ik werk in de journalistiek en dan ben je er natuurlijk heel vaak om verslag te doen van wat hier gebeurt. Jong of oud? Oud. Henk Krol of Jan Nagel? Henk Krol. Lokaal of landelijk?
lokaal. Waar moet volgens 50PLUS iets aan veranderen in Den Haag? We moeten in Den Haag wat doen aan de zorg op wijk- en buurtniveau voor ouderen. We moeten zorgen dat ze wat beter en veiliger over straat kunnen. Dat ze 's avonds ook de deur uit kunnen om naar een vereniging of een club of wat dan ook, of naar familie te gaan. En we moeten vooral zorgen, zeker al vanaf 45 jaar, dat de situatie op de arbeidsmarkt verbeterd wordt. En wat zou er dan concreet moeten gebeuren? Concreet moet je in ieder geval zorgen dat er serieus wordt omgegaan met sollicitaties van ouderen. En we moeten bijzondere banen, zoals bijvoorbeeld de stipbanen in Den Haag, die een succes zijn, handhaven en uitbreiden. Zodat mensen die bijvoorbeeld al lang in de bijstand zitten, aan de slag kunnen in de semi-publieke sector. Als we het hebben over de veiligheid van ouderen, ja. Hoe werkt dat volgens jullie? Met name aan de veiligheid op buurtniveau kan een hoop gedaan worden door te zorgen dat er meer toezicht is, meer blauw op straat, maar ook meer stadswachten of anderszins ondersteuning, betere verlichting. Hulp bij het inbraak, veilig maken van woningen. Allemaal dingen waar mensen zich zorgen over maken en waardoor ze, misschien soms ten onrechte hoor, maar waardoor ze toch te veel thuis en binnen blijven en te weinig kunnen deelnemen voor hun eigen gevoel aan de samenleving. Zijn jullie eigenlijk in om te gaan besturen of blijft het vooral bij oppositie voeren, zoals ook landelijk? We zijn bereid om met iedereen daarover te praten, maar het is niet zo dat we bereid zijn om de belangen van ouderen in te leveren om aan een coalitie in Den Haag mee te doen. Maar elke partij vindt toch ouderen ook belangrijk? Ja, maar ouderen willen graag zelf meepraten over hun eigen positie en belangen. En dat willen we niet alleen maar overlaten aan anderen. We willen niet dat er over ons gesproken wordt. We willen dat er met ons gesproken wordt over onze positie en over wat er kan gebeuren om ouderen in de samenleving beter te laten functioneren.